Welkom, fijn dat je er weer bij bent voor een nieuwe video. En het is de laatste video van dit jaar voor HAVO Atheneum 2. We gaan het hebben over paragraaf 6.3, een paragraaf uit hoofdstuk 6, nationalisme en imperialisme. En waar wij het in paragraaf 6.1 veel over nationalisme hebben gehad, gaan we het nu veel hebben over imperialisme. Als je kijkt naar de wereld, dan zie je dat vanaf 1870 de grote, sterke landen uit Europa hun kolonies heel erg gaan uitbreiden. Dat heeft twee verschillende redenen. Om te beginnen het nationalisme, waar wij het de vorige keer over hebben gehad, namelijk dat trots zijn op eigen land en hoe groter je land, hoe groter je wereldrijk, hoe trotser je bent. En een tweede reden is vooral wat praktischer, dat is om het afzetgebied te vergroten. En dat betekent dat ze eigenlijk hun spulletjes die ze willen verkopen in meer gebieden. Stel je voor dat ik probeer loodjes te verkopen voor de voetbalvereniging in één klas. Dan is mijn afzetgebied bijvoorbeeld 28 leerlingen. Maar op het moment dat ik het ga verkopen in 10 klassen, dan is mijn afzetgebied misschien wel 280 leerlingen. Dan wordt mijn afzetgebied dus groter. En heel veel westerse landen die denken, hey, als ik meer kolonies heb, meer gebieden om spullen te verkopen, dan is dat goed voor de economie. Je ziet dat door de industriële revolutie dat er een andere vorm komt van hoe landen omgaan met kolonies. Waar ze in eerste instantie vooral naar de kustgebieden gingen en handelden, zie je dat vanaf 1870 het modern imperialisme start. En dat betekent ook dat landen zich veel meer gaan bemoeien wat er in die kolonies gebeurt. En dat kan vooral door de industriële revolutie, door de uitvindingen en veranderingen die er in die tijd zijn gedaan. Bijvoorbeeld de wapens die sterker en die beter zijn, maar ook de snellere verbindingen, hoe je sneller van A naar B komt of sneller van Engeland naar India bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld de uitvinding van stoomschepen, maar ook stoomtreinen en het aanleggen dus van spoorlijnen. Dus je kan veel makkelijker spulletjes en ook mensen van A naar B verplaatsen. En dat zorgt ervoor dat de westerse landen steeds meer in hun kolonies alles gaan controleren. Wat je ziet is dat ze ook hun cultuur wat gaan verplichten in hun kolonies. Dus ze gaan proberen de Europese cultuur te verspreiden in de gebieden waar zij de baas zijn. Dan noem je dat Europeanisering. Dat je probeert die mensen in die gebieden meer te vertellen over de Europese cultuur. En denk dan bijvoorbeeld aan het aanleggen overal van spoorlijnen. Dus dan heb je het over in het geval het verspreiden van wat meer modernere vervoersmiddelen. Maar ook het geloof. In de kolonies proberen de Europeanen de mensen te bekeren tot het christendom. Bouwen ze overal kerken. En ook de taal wordt verspreid. Nou, kijk bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika of naar Indonesië, oud-kolonies van Nederland. Daar zie je nog steeds dat sommige mensen de taal spreken of dat bepaalde woorden in de taal zitten. Die komen een beetje uit die tijd toen de landen daar ook probeerden meer de cultuur te verspreiden. Als we dan gaan kijken naar het modern imperialisme in Azië, dan zien we dat dat een stuk anders was dan 200 jaar ervoor. Op dit kaartje zie je even de hele wereld. En de rode gebieden, dat zijn gebieden in handen van Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië, Engeland, was echt wel de grootste wereldmacht in deze tijd. Als je kijkt naar de gebieden die zij in handen hebben, dat is te bizar. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen. En dan is er nog een verschil in donkerrode gebieden en lichtrode gebieden. En die donkerrode gebieden zijn ze echt de baas. En die lichtrode gebieden die staan onder invloed van, om zo maar te zeggen. Of onder bondgenoten van Groot-Brittannië. En ze hebben even op dit kaartje het Romeinse Rijk, wat wij zien als een bizar groot rijk, ook ingekleurd. Dat is namelijk dat groene gebied. En zo kan je precies zien dat dus het Romeinse Rijk groot was, maar het Britse Wereldrijk tijdens de tijd van het moderne imperialisme, dat die veel groter was. En vooral in Zuidoost-Azië zie je ook dat bijna alle kolonies in handen zijn van Groot-Brittannië. Denk dan aan India, Pakistan, Bangladesh. Nou, je kan het rijtje oplezen. Allemaal gebieden, landen nu, die toen in handen waren van de Engelsen. Wat je ziet, is dat bij die gedachte van het modern imperialisme de Europeanen ook echt denken dat zij beschaving komen brengen in hun kolonies. Op het doek van het figuur wat je in het midden van het plaatje ziet, staat civilization. Dus eigenlijk de gedachte dat ze met grof geweld, met wapens en soldaten en helaas soms met slachtoffers de mensen in de kolonies daar kwamen helpen. Dat was echt de gedachte die veel landen hadden. Groot-Brittannië, Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook Nederland. Dus ze drongen die mensen een beetje hun cultuur en ideeën op. Het vond niet iedereen leuk, maar werd er gedacht, uiteindelijk is dat beter voor ze.
Als we kijken naar China en Japan, dan hebben die een beetje een bijzondere rol tijdens de tijd van het modern imperialisme. China werd geen kolonie. Het bleef eigenlijk een eigen land, maar het kwam wel onder, zoals dat ingewikkeld heet, invloedssfeer van het Westen te staan. Dat houdt eigenlijk in dat je wel eigen baas bent en blijft, maar als Europa jou iets vraagt, of een aantal Europese landen vragen jou wat, dan moet je daar eigenlijk wel gewoon naar luisteren. Japan had helemaal een bijzondere positie, want Japan was het enige land in Azië wat zelf een industrie had ontwikkeld. En daardoor werden ze zelf een machtig land, want door die industrie konden ze bijvoorbeeld ook hun eigen leger op de been brengen. En Japan werd niet gekolonialiseerd, zoals dat heet. Dus ze werden geen kolonie van Europese landen. Nee, sterker nog, ze nemen zelf een kolonie in. Zij worden de baas in Korea en zijn als het ware de macht in Korea en bepalen daar wat er gebeurt. Dan komen we op een belangrijk moment in de geschiedenis, waarbij het vooral gaat om de kolonies in Afrika. Namelijk de Conferentie van Berlijn, 1870. In 1870 wordt er met een aantal Europese landen vergaderd over wat ze precies moesten doen met Afrika. Frankrijk had veel gebieden, Engeland had veel gebieden, maar er waren ook een aantal andere landen uit Europa die zeiden van ja, maar wij willen ook wel gebieden daar hebben. Laten we even proberen een beetje een goede verdeling te maken. En wat je heel goed kan zien op de grens, of op de grens op het kaartje, is dat ze echt op die Conferentie van Berlijn de liniaal hebben neergelegd op een wereldkaart en hebben gezegd: oké, dit gebied wordt van Engeland en dit gebied wordt van Italië. Dit gebied wordt van Engeland en dit gebied wordt van Frankrijk. Dat zie je echt op een aantal plekken. Er loopt een lijn van soms wel honderden kilometers lang. Die is zo recht, dat is geen natuurlijke grens. Dat is gewoon een grens die getrokken is op de tekentafel. En grote landen besluiten dan ook ongeveer heel Afrika in te nemen, waar ze in eerste instantie alleen maar allemaal kleine kolonietjes hadden bij de kust om daar te handelen, zie je dat ja, eigenlijk heel Afrika wordt ingenomen. En dat is iets wat voor onze tijd nu nog steeds heel erg belangrijk is. Want we hadden het in paragraaf 6.1 over die volken die zich verbonden voelden met elkaar, die zichzelf een natie gingen noemen. Nou, dat was ook zo in Afrika. Je had daar volken wonen die zich verbonden voelden en die het gevoel hadden wij horen bij elkaar. En door die conferentie van Berlijn werd er opeens een grens getrokken, bijvoorbeeld dwars door hun stam heen of dwars door het gebied heen waar dat volk woonde. En kwamen die volken opeens te wonen in Libië, maar misschien ook wel in Algerije of in Frans West-Afrika, wat een kolonie was. En dat zorgde echt voor veel problemen waar we eigenlijk nu nog steeds last van hebben. Sommige gebieden werden dan niet bezet, zoals dat heet, dus die werden niet ingenomen, maar dat werd dan een protectoraat. En dan leek het of ze eigen baas waren, maar ze moesten ook weer luisteren naar een ander land. Het lijkt misschien wel een beetje op dat het dus onder de invloedssfeer valt. Alleen gaat het protectoraat nog een stapje verder, dan heb je echt heel weinig over je eigen land te zeggen. Als laatste gaan we nog even kijken naar voor Nederland de meest belangrijke kolonie, namelijk Nederlands-Indië. En bij dit onderwerp pak ik er eigenlijk altijd even een kaartje bij. Omdat als wij naar Indonesië kijken op de wereldkaart, hebben wij niet goed door hoe bizar groot Indonesië was. Op dit kaartje zie je Indonesië over Europa heen gelegd. En als je het puntje van Indonesië zou leggen in bijvoorbeeld het puntje onderaan daar bij Spanje en Portugal, dan kom je echt ver Rusland in met Indonesië. Indonesië is echt bizar groot. En Nederland, zo'n pieterpeuterig landje wat op deze kaart amper te zien is, was dus de baas over dat hele gebied. Nou, de Nederlanders hebben dat gebied veroverd. Dat ging soms heel erg gewelddadig. En sterker nog, er werden ook meerdere oorlogen gevoerd met de volken die daar de baas waren. En dat waren dan heel vaak guerrilla-oorlogen. En een guerrilla-oorlog is een oorlog waarbij één van de twee partijen weet dat ze veel minder sterk zijn dan het andere land. In dit geval de inwoners van Sumatra. Die weten dat ze minder moderne wapens hebben dan de Nederlanders. En die besluiten dan om met een soort van kleine speldenprikjes, constant kleine aanvalletjes uit te voeren op de Nederlanders. En dat is een hele lastige manier van oorlog voeren om je daartegen te verdedigen. Want je ziet vaak de vijand niet, je weet niet waar de vijand is, je kan de vijand niet goed aanvallen. Dus je kan niet gebruik maken van jouw sterkere en krachtige wapens. En dat is een guerrilla-oorlog. En Nederland heeft een aantal van dat soort guerrilla-oorlogen moeten voeren om Indonesië in te kunnen nemen en er helemaal Nederlands-Indië van te kunnen maken. Kijk, en daarvoor waren we daar ook wel de baas. Alleen hadden we vooral handelsposten en lieten we vooral de mensen daar zelf alles regelen. Als we dan kijken naar wat de mensen in Nederlands-Indië moesten doen,
dan waren ze bijvoorbeeld verplicht om suiker en koffie te verbouwen voor de Nederlanders. En ze hadden dus producten die in Europa superveel geld opleverden, maar de Nederlanders maakten eigenlijk vooral de winst. En de Nederlanders profiteerden daarvan en de bevolking zelf in Nederlands-Indië bleef redelijk arm. Een persoon die daar verandering in wilde brengen, dat was Max Havelaar. En even belangrijk, Max Havelaar was een niet bestaand persoon. Dat zal ik je even proberen uit te leggen. Op dit plaatje zie je Eduard Douwes Dekker. En Eduard Douwes Dekker was een schrijver. Of in ieder geval, hij werd later schrijver. In eerste instantie werkte hij op het eiland Java, een eiland van Indonesië. En daar deed hij dingen met administratie, maar hij zag van dichtbij hoe de bevolking op Nederlands-Indië werd behandeld. Nou, toen hij op een gegeven moment stopte met werken op Java en terugkeerde naar Nederland, besloot hij om een boek te schrijven en werd hij dus schrijver. In dat boek schreef hij over een persoon die heel erg veel op hemzelf leek. Namelijk, de hoofdpersoon heette Max Havelaar. En Max Havelaar omschreef daar heel goed in zijn boek hoe daar met die bevolking werd omgegaan. En steeds meer Nederlanders lazen dat boek. En ook mensen buiten Nederland lazen dat boek. En dat boek werd zo bekend en populair dat mensen steeds meer zich begonnen af te vragen, doen wij het wel goed in Nederlands-Indië? Moeten we daar niet de bevolking anders gaan behandelen? En Max Havelaar heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de verandering van het omgaan met de bevolking in Nederlands-Indië. Er kwam dus steeds meer protest tegen wat daar gebeurde. En uiteindelijk kennen wij nu ook Max Havelaar misschien wel, en misschien herken jij in het plaatje, van het Fairtrade logo. Als jij in de supermarkt bijvoorbeeld koffie koopt en er staat dit plaatje op, dit blauw met groene plaatje, dan staat er ook vaak nog onder Max Havelaar, dan is dat koffie uit een gebied, zoals bijvoorbeeld een vroeger Nederlands-Indië, waarbij de bevolking het geld krijgt voor de koffieplantage. En niet het geld blijft hangen bij de grote Europese bedrijven die daar geld mee verdienen. En ja, die naam van het Fairtrade en Max Havelaar is natuurlijk niet voor niets gekoppeld aan het boek van Eduard Douwes Dekker. Dat heeft ermee te maken dat dit boek een beetje het begin was voor de verandering van mentaliteit van de Nederlanders in die tijd. Tot zover deze paragraaf. We hebben het vooral gehad over modern imperialisme, dus de veranderende rol in die gekolonialiseerde gebieden. Heb je nog vragen? Laat het vooral weten. Dit was mijn laatste video dus van van hoofdstuk 6 en ook de laatste video van dit jaar voor HAVO Atheneum 2. Ik hoop dat je wat aan de video's hebt gehad. En heb je tips, opmerkingen, vragen? Nogmaals, laat het vooral weten. Succes met de toets!